travailler toujours. En hij vond, ja, dat schilderen, dat was zijn werk. En hij gaf op bevel van mijn moeder, gaf hij ons wel eens een schop onder de kont. Of een draai om de oren, alleen op bevel. In de oorlog moest hij natuurlijk ook schilderen. En Komen, dat was een artikel waar bijna niet te krijgen was. Dus dan ging hij in de huiskamer, waar dan wel een kachel was. Daar zette hij de kolenkit op tafel en daar kon hij dus het schilderij tegen te staan op de tafel. En dan ging hij dan in de kamer zitten schilderen. Dat ging allemaal over die sigaar. En als u straks naar de expositie gaat en u komt een beetje dicht bij zijn schilderij, dan kunt u hem nog ruiken. Ik bedoel dan de sigaar. Ja, een ander verhaal. Ik heb tot mijn verrassing gehoord, net met de inleiding, dat er ook een schilderijtje hangt van Douwe van der Heijden. Dat was een leerling van mijn vader, al heel vroeg. Dat het in de Eerste Wereldoorlog geweest is, dat die twee kennis gemaakt hebben. Toen hebben ze samen een Starische Jo gekocht. En daar zijn ze tot 1952 zijn ze daarmee bezig varen, met de familie natuurlijk, met ons erbij. En dat heeft een heleboel mooie schilderijen opgeleverd.